Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, gaan we verduurzamen. Ook in de sport. Dat levert behalve veel energie, ook geld en een gezonde sportomgeving op. We gaan aan de slag met 10.000 sportaccommodaties die door 22.000 sportverenigingen en sportondernemers worden gebruikt. Wat gaan we doen? In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn. Gemeenten nemen hierin de regie. Ze gaan uit van een wijkgerichte aanpak en sluiten aan bij de regionale energiestrategie. Sportclubs krijgen hulp van specialisten bij het hele verduurzamingstraject van zowel gemeentelijke als private accommodaties. We bannen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit. Integrated Pest Management komt hiervoor in de plaats. Een nieuwe vorm van gewasbescherming. Bij de toepassing hiervan worden de sport en gemeente zo goed mogelijk geholpen met tips en tools. We gebruiken uitsluitend materialen die kunnen worden hergebruikt. Zo helpen we het afvalprobleem op te lossen en verkleinen we de CO2-voetafdruk van de sportsector. We maken de sportomgeving klimaatadaptief. Dit is het aanpassen van de leefomgeving aan klimaatverandering. Sportparken lenen zich uitstekend voor klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. De Rijksoverheid, sport en gemeente trekken samen op om deze ambities waar te maken. Wil je ook in jouw gemeente aan de slag met de verduurzaming? Of zelf met jouw sportaccommodatie aan de slag? Ga naar www.duurzamesportsector.nl.